Joost Lanshagen van de politie in Nederland, welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Twee weken terug lieten we u deze foto zien. Twee jongens op een scooter die hebben zojuist een filmploeg beroofd van hun camera. Het gebeurde op de Louis Armstronglaan in Leidsche Rijn. En het ging heel snel. Die twee daders zijn nog niet gepakt, maar we geven niet op. Joost, voor welk programma waren ze aan het filmen daar? Ja, die cameraploeg die was daar op dinsdag 14 december bezig met opnames voor het ZEP kinderprogramma Van Vader naar Moeder. Waarin Tatum Dagelet met kinderen van gescheiden ouders van de ene naar de andere ouder rijdt. En met hun dan praat over hoe het is om twee ouders te hebben die niet meer bij elkaar zijn. Nou, tijdens de opnames in Leidsche Rijn zaten twee broertjes in de auto. Ja, en die zagen hoe die cameravrouw dus beroofd werd van die camera. Heftig voor de jongens om mee te maken. Het was een hectisch moment. Er hing ook een camera in de auto. Die heeft de diefstal enigszins vastgelegd. We laten de opname zien om een indruk te geven van hoe snel deze diefstal ging. Oké, even kijken hoor. Die gaat. Overvaller! Een dief! Waar? Overvaller! Hij heeft gewoon. Heeft de camera. Hé! Hey! Ze hebben de camera gestolen. Ja, wegcamera. Voordat je realiseert wat er is gebeurd, zijn de daders alweer verdwenen. Nou, vanuit de auto is de scooter met de dieven te zien, al is ook dat niet heel duidelijk. Hè? Links zien we in de cirkel de bestuurder van de scooter. Te zien is dat hij een donkere jas draagt met een capuchon en een lichte rand met bovenin die rand een rechthoekig vak. Rechts zien we in de cirkel een stukje van de scooter. Die is groen met grijs van kleur. De scooter heeft een grijze bagagedrager. Dat is op deze foto niet te zien eigenlijk. Er zijn andere beelden waarop te zien is hoe de scooter voor de beroving richting de cameraploeg rijdt. De bestuurder stapt dan af, rent om de auto met daarin de jongetjes en rent dan terug met die camera. Die duwt hij dan vervolgens bij zijn passagier in de handen, springt weer op de scooter en rijdt weg. Het gaat allemaal heel snel en het is alleen in de verte te zien. Kijk mee. Hier komt de scooter aanrijden. In de verte zie je de bestuurder afstappen en de cameraploeg beroven. Hij duwt de camera in de handen van zijn maatje en dan zijn ze weg. Een van de mensen van de cameraploeg sprint er achteraan, maar ze zijn hem te snel af. Hij is niet de enige die de achtervolging inzet, Joost. Nee, de presentatrice die laat de jongens vervolgens uit de auto stappen en rijdt er zelf dan ook nog achteraan. Maar ook zij treft de dieven niet meer aan. Nee, jammer, de camera dan, Joost, die ze hebben geroofd. Daar kunnen ze toch niet zoveel mee? Ja, het is een camera die eigenlijk alleen maar geschikt is voor professioneel gebruik. Dus ja, die is niet heel makkelijk te verkopen. Het gaat om een camera zoals we hem hier zien. Het is een Sony type PXW FS5 Mark II. Ter waarde van ruim 10.000 euro. Ja, het kan natuurlijk toch zijn dat iemand een dergelijke camera met toebehoren na 14 december aangeboden heeft gekregen. Nou ja, dat kan dan misschien gaan om die gestolen camera. Ja, en dat horen we uiteraard graag. Precies. Ze staan er niet heel goed op, maar hopelijk heeft u toch een idee wie deze cameradieven zijn. Alle tips om ze op te sporen zijn welkom bij de tiplijn 0800 60 70 of bij Meld Misdaad Anoniem. Ook gratis 0800 7000.